Dit is hem? Ja, dat is hem. Hier staat hij in de winter. In de zomer ligt hij een stukje verderop bij Almere buiten op een jolleveld, bij een jachthaven dus. En daar zeilen we er wat mee. En in de winter leg ik hem hier en dan in het voorjaar dan neem ik hem mee naar mijn ouderlijk huis in Den Helder. Daar woont mijn vader nog steeds. En dan gaan we met z'n twee onder handen nemen. Houd de boot, werk je dood. Dus er is elk jaar behoorlijk wat aan te klussen. En het is ook wel een soort familieritueel geworden om daar samen aan te werken. Wat soms heel leuk is en soms buitengewoon irritant. Om samen met jouw vader op leeftijd aan zo'n klusje te werken. Ik ben nu 56, maar soms heb ik het gevoel dat ik weer 13 ben en dat hij 40 is en dat we samen, dat hij mij weer aan het leren is hoe je ook alweer een boot moet opknappen. Ja. Dus ja, dat is soms een beetje gemengd genoeg. En je gaat hem nu verkopen? Ja, dat wil zeggen, we hebben hem in augustus op marktplaats gezet. En dan komt er wat reactie op. Niet overdreven veel, maar wel wat. En dan praat je met die mensen, nou ja, zoals ik met jullie nu ook praat, praat je over de boot. En misschien herkennen jullie dat wel. Hoe meer je erover praat, hoe meer je ook weer denkt, gut, het is toch wel een leuk ding. Het, ja. Het ziet er toch wel goed uit. Ik weet het niet. Hij is te koop, maar ik weet niet of hij verkocht gaat worden. Ik moet het nog zien. En als je hem niet verkoopt, dan hou je hem zelf? Ja, dat denk ik wel. Praktisch gezegd, wat is het alternatief? Je kan hem toch moeilijk bij het vuil zetten. De boot is uit, ik geloof uit 1959, maar kan er een jaar naast zitten. En het is wel heel dankbaar werk. Het is heel erg leuk om eraan te klussen en te zien dat hij er zo mooi van wordt, die zo opknapt. Kijk, er zijn ook plekken, dat is wel geinig. Hier is een stuk in het dek ingezet, ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, kom even kijken. Daar is mijn vader eens met zijn knie dwars door het voordek gegaan. Hier ben ik eens tegen het buitenboordmotorbotertje van de boot van een vriend aangevaren. We kwamen elkaar tegen op de Friese meren. Toen voer ik een paar weken met de Fourienne door Friesland, bij wijze van vakantie. Dus dat is ook zo'n litteken. En dan zit er hier binnen nog ergens een. Eens kijken waar die zit. Oh, daar zie ik. Daar probeerde ik met mijn... Waar zei je? Nou, kijk hier, daar zie je het hout. Dat is daar net een slag lichter. Ja. Dat is een plaatje verser hout dat er door de bouwer is ingezet, omdat ik de boot uit mijn handen heb laten vallen samen met mijn zus. Wij wilden hem over de keien op van de dijk in Den Helder naar het water dragen en 90 kilo. Mm-hmm. Ja, dat bleek toch even te zwaar, dus toen glipte hij uit onze handen. Taf, gat erin. Tja, ja. Zonde. Ja, dus nou ja, dat zijn wel van die markeringspunten. Ik vind dat wel grappig. In mijn jeugd gingen wij ook altijd met die boot zomers op vakantie. 2 weken langs de Wadden of het IJsselmeer over.
Op een gegeven moment waren we met z'n zevenen thuis, dus dat was echt lekker vol in die boot. Daar hebben we elkaar goed leren kennen. Ik herinner me dat mijn oudste broer ook regelmatig zijn boezemvriend meenam. Dus dat was de achtste aan boord. Nou, echt. Het puilde aan alle kanten, het puilde uit. Mijn oudere broer kreeg op een gegeven moment een eenmansbootje. Mijn jongere broertjes kregen nog weer een ander klein bootje, wat hier een beetje op leek. Kortom, we groeiden op echt in een botenfamilie. En langzaam maar zeker in de loop der tijd zijn die bootjes ook weer de familie uitgegaan. De voorlaatste stap was dat mijn vader een paar jaar geleden zijn boot verkocht. Uh-huh. Ja, en nu zou het zomaar kunnen dat deze aan de beurt is. En hoe vind je vader het dan dat je hem wil verkopen? Nou, die staat er net zo ambivalent in als ik. Hij is er minstens zo vergroeid mee als ik, met die boot. Ja. Maar hij weet ook heel goed dat... op een gegeven moment gebruik je een boot zo weinig dat je je afvraagt... Jongens, is het de moeite nog wel waard? Vind ik het nog wel leuk genoeg om al dat gedoe in de winter met het onderhoud en zo, om dat daarvoor op te brengen? Ja, en dan moet hij maar weg. En dan zijn we weer terug bij waar we begonnen, ja. Ja. Dan moet hij misschien toch maar weg. Toch maar verkopen. En dan af en toe een bootje huren. Ja.